Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 18 juli 2016. Dit is het bulletin van maandag. In deze uitzending morsen en een SSTV plaatje in PD50. De beelden van de SSTV plaatjes kun je ontvangen door de microfoon van een smartphone voor de speaker van de ontvanger te houden. En dan heb je op de smartphone de app Robot 36 nodig bij Android en CQ SSTV bij iOS. Deze uitzending die moet snel ingesproken worden, dus alle spreekfouten en andere fouten, die krijg je er gratis bij. Ik had hem al een keer ingesproken en dat was zo snel en zo slordig dat ik het maar een keer opnieuw doe. Daar was nog wel net tijd voor. Deze uitzending heeft kort nieuws en een aflevering over digitale modus. De bij de werkzaamheden krap anderhalf week geleden in Hilversum geplaatste Hamnet Access Points die zijn actief geworden, zo meldt hobbysco.nl. De opstelling bestaat uit 3 Ubiquiti Access Points met 18 dBi panelantennen in de richtingen Noord, dat is richting Almere, Oost, richting Amersfoort en Zuid richting Hilversum. Er wordt gebruik gemaakt van zowel horizontale als verticale polarisatie. De access points hangen in de Alticom-toren op circa 150 meter hoogte en zijn inmiddels ingetekend op de kaart. De access points zijn gesponsord door, ja, moet ik dat nou noemen of niet, ik zeg het gewoon, Heutink ICT in Hengelo. En die zijn in beheer bij Stichting Scope Hobbyfonds. Om een verbinding te maken vanuit het rode gebied is een rondstralende antenne voldoende. In het gele gebied op de kaart kan worden gewerkt met een kleine microtik router en een ingebouwde patch antenne. In de groene gebieden is een grotere schotel noodzakelijk met een diameter van tenminste 30 centimeter. Omdat de access points op de 5,7 gigahertz band werken is in alle gevallen een zichtverbinding noodzakelijk. Meer informatie over Hamnet in Nederland is te vinden op de website hamnet.nl. De eerste gebruiker die was er trouwens ook vrijwel direct. Dat was op het oostelijke access point, het clubstation PI4AMF vanuit Bunschoten-Spakenburg met een afstand van 14,7 kilometer. Er zijn weer meer nieuwe middengolfstations bekend geworden. Ik ga er snel doorheen. Op 747 kHz Radio Salland in Deventer. En ook op 747 kHz in Harlingen het lichtschip Jenny Beten die een extra frequentie daarmee heeft. Ook op 747 een zender van 100 watt met de naam Brouwer op de Waddenzee. Nou, dat is een creatieve. Op 828 kHz in Utrecht de Trent Media Groep. Ook op 828 kHz plaatsen onbekend en de naam is Stichting Roer. Het station in Apeldoorn op 1395 blijkt te heten Loostad Radio. Ja, tot zover de 100 watt zenders. Verder is in Sneek Moor Radio met 1 watt op 1485. En verder nog 2 1 watters op diezelfde frequentie waarvan de locatie nog niet bekend is. In deel 10 van de serie over digitale spraak en andere digitale modus ga ik over op de andere digitale varianten die niet per se met spraak verbonden zijn. Het kan zijn dat ik nog wel een keer terugkom op digitale spraak in deze serie, dat is best waarschijnlijk. Bij de andere soorten digitale modulatiesoorten is morsen denk ik wel de eerste waar je aan denkt. Een aantal mensen beschouwen morsen niet als een digitale mode, maar het is onmiskenbaar een mode die wel met een codering werkt die uit 1 en een 0 bestaat. Die andere benadering vind ik overigens ook een goed uitgangspunt, maar ik ga in deze serie over digitale modus wel even kort op de morsecode in. Ook al omdat het tegenwoordig ontvangen kan worden met dezelfde software die ook geschikt is voor een aantal digitale modus. Morsen is niet alleen een niet-spraakmodus, maar het was ook de eerste modulatiesoort waarmee werd uitgezonden. Uit hoe het bij morsen werkt blijkt dat je door een lage transmissiesnelheid te gebruiken en bijgevolg een smaller bandbreedte hebt, dat je met een lager zendvermogen kunt werken dan bij spraak. Terwijl bij spraak, daar gaat er toch ook een hoop zendvermogen zitten in bijzaken die je niet echt nodig hebt. Vorig jaar heb ik veelvuldig met digitale modus geëxperimenteerd in de Daily Minutes en begin dit jaar ook nog. Sinds de wat langere SSTV plaatjes een betere keuze bleken dan de korte zwart-wit plaatjes die laatst die waren 8 seconden, heb ik besloten om met die digitale experimenten te stoppen als er nog SSTV plaatjes worden uitgezonden. Die langere plaatjes die waren nodig omdat het daarmee mogelijk wordt om op de smartphone de SSTV plaatjes te kunnen ontvangen. Het kan zijn dat ik in het kader van deze serie nog wel eens een paar van die digitale signalen ga uitzenden. Dat gebeurt ofwel heel kort ofwel in plaats van het SSTV-plaatje van die uitzending. De digitale signalen kun je vrijwel altijd wel ontvangen met het programma FL Digi. Dat is ons een beetje de standaard. Dat is er ook voor Android, zij het met iets minder mogelijkheden. Alleen heet het dan FLMSG voor Android. En de app is niet in de Play Store verkrijgbaar, maar wel van een website. FL Digi is er trouwens voor zowel Linux als voor Windows.
RTTY of Telex, dat is een van de vroege digitale modes. RTTY is een echte digitale mode, maar de voor de Telex-machines gebruikte Baudot-code heeft wel iets wat niet typisch is voor computers. Bij Baudot zijn de codes voor de tekens namelijk zodanig gekozen dat die tekens het minst storing, of dat de tekens die het minst storinggevoelig zijn, gebruikt worden voor de letters die in het Engels het minst voorkomen. En de minst storingsgevoelige tekens die zijn gereserveerd voor de in het Engels meest voorkomende letters. Bij Morse is dat overigens ook zo, maar daarnaast is er bij Morse ook rekening gehouden met het lengteverschil, zodat Engelstalige teksten daarmee zo snel mogelijk verstuurd kunnen worden. Kijk je naar de ASCII-code, die ook wel in de ether gebruikt wordt, die is zodanig ingedeeld dat die makkelijk op alfabet gesorteerd kan worden, niet geoptimaliseerd dus op het uitzenden via de ether. Oorspronkelijk werd de Telex of RTTY niet door computers opgewekt en gecodeerd, maar dat ging via mechanische systemen. In een wat groter formaat, maar wel enigszins vergelijkbaar, is dat met hoe een cilinderslot werkt. Bij een bepaalde code kon er telkens maar één hamertje een letter op het papier printen. Baudot kent maar een beperkt aantal tekens met de 5 bits waar het uit bestaat, 5 enen en nullen. Daar kun je maar 32 verschillende tekens mee maken. En als je dus het alfabet met 26 letters indeelt en daarnaast de tekens voor een spatie, wagen terug en nog wat fratsen, dan ben je al snel door die tekens heen. En dan heb je nog de cijfers en de leestekens niet gehad. Om die reden werd er bij Baudot een onderkast gemaakt en een bovenkast. Met in de onderkast de letters en spatie en dat soort dingen. En in de bovenkast zitten niet hoofdletters, die heb je bij Baudot niet. Maar wel cijfers en een beperkt aantal leestekens. Verder zijn er controletekens natuurlijk nodig om bijvoorbeeld naar cijfers om te schakelen en weer terug naar letters. Als je zo'n schakelteken in de stream mist, ja, dan verschijnt er vervolgens onzin. Namelijk letters in plaats van cijfers of cijfers en leestekens in plaats van letters. Bij de ASCII-code is dat probleem er niet. Doordat de ASCII-code uit 7 bits bestaat, is er ruimte genoeg voor hoofd- en kleine letters en voor cijfers en een beperkt aantal leestekens. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me. Toch is het leuk, zo'n bovenregionale Antilliaanse Jupiter.